Alle teamleden mogen hier naartoe komen, want deze opdracht voeren jullie met z'n allen uit. Ja, en de bril mag af. Zeker, ja. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Welkom in Blue City. Dit is MBO'ers pakken aan, waarbij 35 MBO-studenten uit het hele land gaan voor die ene titel. Landelijk ambassadeur MBO 2023. De jury beoordeelt alle studenten op 5 competenties. Leiderschap tonen, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creatief denken en duidelijk communiceren. In deze aflevering volgen wij van Team Midden Daphne, Onur, Nicky en Tino. Jeetje mijn oor. Ja. Ik verwacht heel veel plezier, dat ten eerste. Gewoon dat het onwijs gezellig gaat worden en lekker praten met elkaar. Persoonlijke groei, want dit is allemaal één leuk grote ervaring. Dat ik mezelf kan laten zien dat er nog meer haalbaar is in mijn denkvermogen en oplossingsgericht denken, zeg maar. Dat vind ik juist het mooiste aan dit hele programma, dat je ook gewoon bezig bent met elkaar en als team aan het werk bent en niet alleen. Ja, en natuurlijk dat ik win, dat zou ook leuk zijn. Beste studenten, goedemorgen en welkom in Blue City, een voormalig zwemparadijs in Rotterdam, wat helemaal in het teken staat van de circulaire economie. Jullie als mbo'ers weten wat aanpakken is en hebben nu de kans om te werken aan een duurzame toekomst. En de kans om te laten zien dat jij de nieuwe ambassadeur van het mbo moet worden is hier dit duurzame doolhof achter mij. Eén van jullie gaat straks geblinddoekt door het doolhof heen op aanwijzingen van je teamgenoot daarboven. De andere twee voeren de opdrachten uit. Er zijn twee ingangen. Deze ingang is een langere route met brede paden waarin 3 opdrachten zitten. Ingang 2 is een veel smallere route, maar ook een stuk korter, eveneens met 3 opdrachten. Belangrijk om te weten dat als je over de lijn stapt van het doolhof, je van mij multiple choice vragen krijgt, net zolang tot je er één goed hebt. En daarna kun je door met het doolhof en de opdrachten. Beslis nu samen welke ingang jullie kiezen en welke functie jij binnen het team gaat vervullen. Heel veel succes. Dus gaan we voor kort of voor lang? Beginnen we daar eerst mee? Okay. Ik denk dat we persoonlijk lang kunnen doen, want dan heb je meer controle. Ja. Wat hebben we besloten? De blauwe route, dus de lange route. Ik en Daphne die doen de opdrachten. Onur die gaat aanwijzen en Tino gaat geblinddoekt. Beste studenten, het is tijd voor actie. Jullie krijgen 25 minuten om jullie skills te laten zien en het einde van het duurzame doolhof te bereiken. Zijn we er klaar voor? Ja! Ja. Ja. Heel veel succes! Oké, Tino, ben je er klaar voor? Dan mag je 1 stap naar voren doen. Ik denk dat ik als ambassadeur ben gekozen omdat ik mij volledig inzet en alles op alles zet om mijn droom realiteit te kunnen gaan maken. Mijn kwaliteiten zijn meer mijn sociale skills. Ik kan ook wel vaak oplossend denken. Nee, ik denk voornamelijk in meerdere oplossingen verzinnen dat niet gelijk de eerste de beste zal zijn. En ook gewoon goed teamwork. Heel sociaal. Ik maak graag een praatje met mensen. En heel zorgzaam. Nee, stop. Ja, helaas, je bent over de lijn gestapt. Tijd om wat bewustwording van de duurzame wereld te creëren. Jullie krijgen een multiple choice vraag van mij. Wanneer is Blue City gestart? A, 2010, B, 2018 of C, 2015? Ik gok voor C. Ja, het is goed, ga mee. Antwoord C? Ja. Dat is goed, we kunnen door. Zet 3 kleine stappen naar voren. Ik wil graag dat het mbo bekend staat als een plek waar iedereen zijn dromen behaalt, zeg maar. Of iedereen die zijn toekomst zo groot mogelijk kan maken. Nou, ik vind het heel belangrijk dat we mbo niet lager zien dan hbo. Dus daar willen we zeker voor in gaan zetten. Het mbo moet bekend staan als de steunpalen van Nederland. Want je kan het zo mooi mogelijk invullen met hbo'ers en wo'ers. Maar als je steunpalen er niet zijn, dan heb je geen huis, dan heb je niks. Dus in dit geval, het mbo moet gewoon sterk staan binnen Nederland. Het is gewoon zo'n goede basis om neer te leggen. En daaruit kan je juist alleen nog maar verdiepen in de stof die je wilt. En je gaat niet gelijk de diepte in. Je begint het gewoon neutraal en je gaat zo steeds verder. Ja, ja, draai naar links. En dan naar voren. Heel goed, jullie hebben de eerste opdracht bereikt. Tino, jij mag de blinddoek afdoen en voorlezen wat er op het gele papier staat. Steeds meer auto's op de weg rijden elektrisch en dus op batterijen. Maar wist je dat de batterij al in 1800 is uitgevonden door de Italiaanse Alessandro Volta? Deze oude boombox draait ook op batterijen, maar hoeveel en welk type?
Jullie moeten me helpen met welke batterijen ik moet uitkiezen. De allereerste opdracht was uitzoeken welke batterij er past in de Retro Blast, heet dat volgens mij. Je had een bord en daaruit kreeg je gewoon ja of nee en dan moest je weer verder naar de volgende vraag. En toen kwam er een modelnummer uit en die klopte dan weer met eentje en zo zijn we er uiteindelijk achter gekomen. Dat is RVNB50. Ik zie hier dat de batterij 10D daarbij hoort. Ja, 10D-batterij is het goede antwoord. Je mag de bril weer opzetten, Tino, en je weg vervolgen door het doolhof. Draai nu naar rechts. Links. Ja, Tino, je hebt de volgende opdracht bereid. Alle teamleden mogen hier naartoe komen, want deze opdracht voeren jullie met z'n allen uit. Sinds 1 juli 2021 geldt er statiegeld op kleine plastic flesjes. Een onderzoek laat zien dat er daardoor 90% minder flesjes in het milieu belanden. De flesjes worden dan weer omgesmolten tot nieuwe flessen. Aan jullie de taak om met je team een weegschaal te bouwen. En aan de ene arm hang je 3 grote flessen. Hoeveel kleine flesjes moeten er dan aan de andere arm van de weegschaal? Om in balans te krijgen. Succes! En de tijd dringt. Die moet zo. Ja. Dan gaat die weer erbovenop. Toen moesten we een weegschaal maken. Dat ging dan wel wat vlotter, omdat we allemaal meedachten. Het scheelde daar ook dat je dan niet uit elkaar staat, dus niet op afstand. Dus dan is het alweer makkelijker om te communiceren van oh ja, wie gaat dit doen? En dan gewoon in opwelling gewoon dingen roepen. Dat is dan wat makkelijker. Dus die weegschaal hebben we voor mijn gevoel nog best wel snel in elkaar kunnen zetten. Alleen met de flesjes was het lastig om te kijken van hey, welke is nou zwaarder en hoeveel moet hier nou van in en die andere ook. En dan had je 3 verschillende kleuren flessen en dan moest je een antwoord. In eerste instantie hadden we een fout, toen zijn we doorgegaan en toen hadden we hem goed. 2, 4, 6, 8, 9 en het gouden flesje. 9 flessen en het gouden flesje is het goede antwoord. We gaan naar de jury voor de tussentijdse beoordeling. Stap ook vooral lekker uit je comfortzone en ga die grenzen verleggen en ja, echt iets meer brutaler samen. Ja? Gewoon knallen. Jullie mogen op dit punt de route wisselen als jullie dat willen. En jullie mogen ook van functie wisselen in het team. Is er iemand die deze rol van mij zou willen overnemen? Het is een lastige rol. Ja? Ja. Toen hebben we die switch gemaakt. En die tips heb ik ook al meegenomen in dat aansturen. Dus we gaan wat sneller en wat vlotter. Dus ik zei nou, weet je, dan doe ik het wel, het laatste stuk. En toen, toen deed hij de aanwijzingen. En ik en Nicky die gingen toen aan de kantlijn staan. Omdat we dat dus hebben gedaan, verliep het ook wat sneller dan ervoor. Zet maar een paar grote stappen naar voren. En ho. Voor de klimaatdoelen van 2030, hè, zijn veel mbo's ook nodig. En welke opleidingen denk je dan zo aan? Nou, eigenlijk alle opleidingen. Ja? Ik denk duurzaamheid kan niet als we het niet allemaal tegelijkertijd doen. En goed. Thuis let ik heel erg op het scheiden van afval. Wij zetten de verwarming eigenlijk vaak niet aan. Ik vind het heerlijk om onder een dekentje te zitten met 500 lagen aan. Kan verscheiden doe ik hier en daar wel. Eten als we over hebben, dan bewaren we het meestal en eten we het later op. Ja, en de kachel niet op standje hel zetten, zeg maar. Loop maar. Yes. We gaan naar de volgende opdracht. Luister goed. Je mag hem afzetten hoor. Ja. Hi. Hi. Luister goed. Per dag gebruiken we allemaal stroom in ons huis. Dat meten we in kilowattuur. Hoe meer personen in je huishouden wonen, hoe meer stroom je verbruikt. Bereken hoeveel stroom je verbruikt met een huishouden van 4 personen. En vergeet niet, je lijf kan ook stroom leveren. Hier, daarvoor de home trainer. Succes met jullie laatste opdracht. Ik ga fietsen. Oh, we gaan fietsen. Je moest fietsen en dan kreeg je stroom en dan op een bord zag je bepaalde cijfers staan. Er was dus een bord en daar stonden allemaal symbolen op. En bovenin stond hoeveel kilowattuur dat symbool betekent. Nou, dat was wel een puzzeltje, want je was toch op zoek naar het juiste symbool. En dat moest je dan verwoorden aan elkaar. Ja, dat was even een sommetje en we wisten allemaal niet zo goed hoe de vork in de steel zat. Uiteindelijk kwam ik erachter dat er dus een bepaalde structuur in zat. 1 persoon was het 5. 2 personen was 8 kilowattuur. 3 personen kwamen achter dat het 10 was. Dus het liep van 3, 2 en daarna 1. Dus ik dacht van oké, het volgende antwoord moet dan 11 zijn. Oké, het antwoord is 11. Jongens, 11 is het goede antwoord. We kunnen naar het einde van het doolhof toe. Nog één keer, ja, stappen. Ja. En we zijn er, we zijn uit het doolhof. De bril mag af. Dan kun je weer wat zien. Jongens, jullie hebben het gehaald. Niet binnen de tijd. Helaas, de 25 minuten waren al even voorbij. Hoe hebben jullie het ervaren? Lastig, maar ja, wel heel leuk. Ja. Ja. Wel leuk? Het is toch pittig, omdat je toch verschillende taken nu ook allemaal hebt gehad. Dat je toch je kwaliteiten per ding ziet, zeg maar. Dus dat is wel mooi om
dat wat meer uit te werken. Je ziet dat het ook lastiger is, degene met de blinddoek die dan gaat lopen, hoe lastig het eigenlijk is om dan die aanwijzingen te geven. Ja. Die had ik wel echt oprecht onderschat. Ja, uiteindelijk, na verloop van tijd leerden we er toch wat beter mee omgaan en de communicatie werd wat beter. Maar ja, de tijd was al voorbij. Helaas. Ik denk na de evaluatie van de juryleden dat we toen eigenlijk zoiets hadden van oké, misschien moeten we het toch anders aanpakken. En toen zijn we daar eigenlijk veel harder voor gegaan. Ja, ja, ik zag wel meer actie hoor, na de tussentijdse evaluatie. Dus dat goed gedaan. Dankjewel. We gaan naar de jury. Ik ga jullie gewoon op willekeurige volgorde wat vertellen. En dan vertel ik wie er uitsprong voor ons. Daphne, je mag Mia van jezelf laten horen. He, je hebt de stem. Je staat hier niet voor niks. Het mag. Onur, in het begin stond je daar heel goed bovenaan. Maar ook bleef voorzichtig. En ook in het tweede deel van het spel ook wel afwachtend. Terwijl je eigenlijk wel ideeën hebt. Nikki, je denkt hardop. Dat is al heel belangrijk, want dan weten mensen, kunnen daarop anticiperen. En eigenlijk ben jij wel de stille kracht achter het geheel. Je mag je echt meer laten zien. Tino, we zagen dat je echt wilde doorpakken. Je bent ook duidelijk. Daardoor spring je er voor ons ook uit. Als ik over de vier zeg, dan heb jij wel alle punten laat je zien. En vergeet niet, we hebben ook naar jullie vlogs gekeken. Dus we hebben ook de insteek gezien waarom jullie hier staan. En ook wat jullie motivatie is. En dat hebben we ook meegenomen in wat we hier zagen. Dus echt alle vier goed gedaan. Het is moeilijk op afstand samenwerken. Maar ja, top. Onur, wat vond je van het oordeel van de jury? Ik vond het terecht. Het ging in het begin best wel moeizaam inderdaad, maar we hebben er wel allemaal van geleerd en ik hoop ooit in de toekomst dat het beter gaat. Ja, heb jij er ook van geleerd, Nikki? Ja, zeker. Gewoon meer risico durven te nemen, ja. Is dat sowieso iets wat je moet in het leven? Ja, heel erg, ja. Ja? Nou, dat is goed ook dat het eruit komt. Ja, laat ook zien hoe kundig onze jury is natuurlijk. Tino, goed nieuws hè, je sprong eruit. Ja, dat is wel positief om te horen. Het begin was niet zo mijn ding met die bril op, maar uiteindelijk goed teamwork gepakt en de situatie omgedraaid. Ja, toen waren de resultaten ook hoger, ja. Dus dat is wel iets om trots op te zijn. Herkende je in het oordeel van die jury, dacht je, oh ja, dit gaat wel over mij? Jawel. Ik heb volgens mij flabbergasted, dat ik zo werd benoemd. Ja. Nou, gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Daphne, ben je een beetje bijgekomen van het lopen met de blinddoek? Ja hoor, zeker wel, ja. Was pittig? Ja, best wel, maar ik vond vooral het einde dat ik een beetje uit balans raakte. Dat was wel... Maar goed, het was leuk om te doen. Ja, en jullie zijn als groep over de streep gekomen, dat is toch mooi. Zeker. Jongens, het zit er voor jullie op. Goed gedaan. En je wilt natuurlijk weten wie nou de landelijk ambassadeur van het MBO wordt 2023. Dat kun je allemaal volgen, ook je favoriete ambassadeur, op het YouTube-kanaal van Dit is MBO. En dan kun je ook kijken op maandag 15 mei. Dan is namelijk het grote ambassadeursgala van het MBO. Daar wordt de winnaar bekendgemaakt en dan kun je ook stemmen op je favoriete ambassadeur. Graag tot de volgende keer.